Mike Noursalim is zaterdag tijdens de feestelijke proclamatie van de nieuwe politieke organisatie Hervormings- en Vernieuwingsbeweging HVB voorgesteld als de voorzitter van deze nieuwe politieke organisatie. Op de vergadering waren ook vertegenwoordigers van de NDP en de BEP aanwezig. Raymond Sapoen, die aangesteld is als de politieke leider, geeft aan dat de partij zelfstandig zal deelnemen aan de verkiezingen in 2020. Hij zegt dat de partij zijn eigen identiteit en waarde heeft. De HVB is gekomen om te blijven en we willen ons inzetten waar de politiek 50 jaar lang gefaald heeft, zegt de HVB-topman. We hebben nog veel te doen in dit land. We hebben nog veel te doen in onze eigen partij zelf. En de wang zal bij volop kunnen vanaf het begin. Sabi, we zijn begonnen met Sumabekar, groep Sapoen, ja toch? We hebben elkaar een groep Sapoen. En dan hebben we bedoeld, Chita Nanga Sapoen. Wel, die groep is geworden een beweging. HVB, de B van beweging, ja? De A-beweging, etan-beweging, en A-beweging, tagi, we gaan meedoen aan de verkiezing. We gaan moeten meedoen aan de verkiezing. Dat zijn we verplicht aan de Surinaams volk. Dat zijn we verplicht aan onze HVB'ers. Dus, we zetten een partij kom. En je zou zet partij naar snel Sani. En dan heb je weer die andere natuurlijk, zei tagi, ja maar na, mama de sapuri, maar om een partij die naar kon drinken. Ja, die A, ja, die B, ai, die is maar ja, die. Kan het 20 partijen die naar kon drinken, of kan het 30 partijen die naar kon drinken, maar dat is het resultaat van de vrije democratie, Brarassa. Dat is die democratie. En niet dat alleen, hoe zal die, dat je wel ook politiek verandert, ondanks de zoveel partijen. Er is nog veel te willen politiek in dit land. Volgens Sapoen is er nog veel werk aan de winkel. Vooral op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg is er veel te doen, zegt hij. De partij zal ook ruimte bieden aan jongeren en vrouwen om zich te profileren in de politiek. We zijn hier, dat je het zag, mooi zwaar uit. Zwaar weer nog. Elke dag zijn er nog voldoende gezinnen die hun best doen om de eindjes aan elkaar te komen, Brarassa. Maar na een jaar, voor jou was het niet zo'n half idee. We want die astronaut volk een garantie dat we zullen dit te boven komen, Brarassa. We zullen dit te boven komen. Je zou zeggen, omdat wij durven, ja. Wij durven samen met de partners hervormingen door te voeren in dit land. En ik ben niet durf. Die moeten van politiek brengen naar staan. En wie de KVD dat wij durven. En ik geloof, ik ben ervan overtuigd dat je aan het durf kwam en ik wie abrini dat wie zat, ze alle deskwalen lid konden. Hoe zal ik dat lid konden? We hebben zoveel moeilijke dingen. Moeilijke politieke ontwikkelingen doorstaan en overleef in de afgelopen 30, 40 jaar. Maar wie had die goede konderen? Hoe zag je tegelijkertijd dat je wielen konderen, wielen samenleving, wie had die veerkracht? Wij kunnen elke uitdaging aan, wie had die solidariteit, hoe zag je hoe je het mag aanraken, was voor trang aan het einde. Wij zijn er altijd voor, we hebben altijd bewezen in de afgelopen 10, 20, 40 jaar als land, dat wij solidair zijn naar degenen die dat hard nodig hebben voor Rassa. Raymond Sapoen, politiek leider van de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging HVB. Mike Noursalim werd zaterdag tijdens de feestelijke proclamatie van de nieuwe politieke organisatie Hervormings- en Vernieuwingsbeweging HVB voorgesteld als de voorzitter van deze nieuwe politieke organisatie. De bijeenkomst vond plaats aan de Indira Gandhiweg nabij Hanneslust.